Hey, van harte welkom en fijn dat je meedoet met de preek van de week. We gaan iets heel moois doen met elkaar. We gaan samen kijken naar wat voor week het was. We hebben namelijk een topweek achter de rug. Ik heb mooie pakketten rond mogen brengen aan jullie. Sommige van jullie mogen spreken. En ik hoop dat jullie er heel veel lol in hebben gehad. En ik wil eerst even samen met jullie kijken naar de week die we hebben gehad. Want we hebben namelijk een hele mooie week meegemaakt. Wat was het voor week? Het lied van de week, om te beginnen, was God van Licht. Ik hoop dat je die geluisterd hebt en doe dat anders na dit filmpje nog even. Daarnaast heb je misschien in de adventsperiode eerder al een keer, of nu bij dit pakketje, een eentje gekregen. Hashtag niet in je eentje. Maak een selfie met het eentje op een leuke plek, maar, of zonder het eentje, maar... Maak die op een plek waarvan je denkt, yes, de lente komt er weer aan. Niet meer van dit soort praktijken, dat het helemaal sneeuw is. Dit is trouwens een prachtige foto en ik voel me ook net een weerman zo. Maar we zijn toch echt bij de preek van de week. Wat hebben we deze week nog meer gedaan? Deze week hebben we ook nog het verschil gemaakt, hopelijk. Heb jij op straat iemand zijn rommel opgeruimd? En misschien doe je dat wel vaker, maar nu mag jij het verschil maken in de samenleving. En misschien heb je thuis wel nagevraagd. Thuis gevraagd, waarom geloof jij dat Jezus de Zoon van God is? En we hebben het nu in de preek van de week over Johannes de Influencer. Johannes die dicht bij Jezus geleefd heeft. Dus die zal het wel beter weten dan ik. Denk ik. Dus we gaan met hem meekijken. We gaan deze periode de hele Bijbel langs. Het hele evangelie van Johannes langs. En dan gaan we kijken wat hij over Jezus te zeggen heeft. We gaan eerst even kijken wat een influencer nou precies is. De definitie van een influencer. De definitie van een influencer. Let u even op, dames en heren. Hierna is school weer afgelopen. De definitie van een influencer is... Een speler in het online domein die geloofwaardigheid heeft gecreëerd, in een speciale sector een groot bereik heeft en in staat is zijn volgers in actie te brengen met zijn aanbevelingen. Dus drie factoren: geloofwaardigheid, speciale sector, een stukje, en volgers in actie brengen. En misschien denk je nu wel van, ja, dat weet ik. Maar wat heeft dat nou met de Bijbel te maken? Dat vind ik een goede vraag. Laten we daar even naar kijken. Want het heeft alles met de Bijbel te maken. Want de term influencer, zoals je die nu kent, is al zo oud als de weg naar Rome. Ouder zelfs. Misschien heb je wel eens van het woord profeet of priester gehoord of rabbi. Allemaal influencers. En ik wil je vandaag... voorstellen aan Johannes de Influencer. Hij was eerst visser van beroep, maar toen werd hij geraakt door het onderwijs van die rabbi, die leraar, die influencer. En deze leraar trok overal langs en deed grote wonderen. Ook ging hij om met het uitschot van de samenleving. Mensen met wie je echt niet gezien wilde worden. En weet je wat zo gek was? Deze influencer noemde zichzelf ook nog de Zoon van God. Ja, zo lust ik terug nog wel een paar. Kijk, dat Jezus ooit echt heeft bestaan, dat wil zelfs de meest doorgewinterde atheïst nog wel geloven. Dat kun je gewoon bewijzen als je wilt. Maar, de Zoon van God, daarover is heel veel twijfel. Er is heel veel twijfel. Opgestaan uit de dood, daar is nog meer twijfel over. Maar Johannes weet het zeker. Jezus is de Zoon van God. En dan vraag ik mij af, misschien jij ook wel. Waarom was Johannes dan zo onder de indruk van deze influencer? Er waren in die tijd wel meer influencers, rabbies, die rondtrokken en mensen wat vertelden. Nee, weet je wat de reden was? Omdat deze influencer, volgens hem, voor hem, daar hebben we ze weer, geloofwaardig was... Hij had verstand van een vrije manier van leven zonder oordeel. Een leven zonder oordeel. Denk je dat even in?
Een schoolplein waar jij niet veroordeeld wordt op hoe je eruit ziet? Vet. Een werkomgeving waar je mag zijn wie je bent? En hij zette zijn volgers aan tot actie om voor de wereld te zorgen. Goed zorgen voor deze wereld. En wat ik net zei, ja, er waren wel meer rabbies. Niks bijzonders zou je maar denken. Maar deze rabbi omringde zich niet met de elite, de wijze, verstandige mensen die aan de top van de samenleving zaten. Nee, deze rabbi maakte het verschil door de rotzooi van andere mensen op te ruimen. Door de voeten te wassen van zijn leerlingen. Nou, dat deed echt geen enkele rabbi. En ik weet niet of Enzo Knol bereid is om jouw voeten te wassen. En deze rabbi zei dus dat hij ook nog de zoon van God was. En Johannes ziet duizenden mensen tot geloof komen in Jezus. En velen belijden dat hij de zoon van God is. En dan besluit Johannes dat hij zelf ook influencer wil worden. Luister maar eens naar wat Johannes over Jezus zegt. En luister goed naar de toon van de tekst. Ik verdenk Johannes er namelijk van dat hij naast influencer ook nog spoken word artist was. Goed opnemen. Je mag meer lezen trouwens. Ik zal hem even aanzetten. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan, en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven, en het leven was het licht, voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Ja, ik vind dit prachtig. Ik vind dit zo gaaf. Ik vind dit zo mooi. Voel je de cadans die er in de tekst zit? Even tussendoor. Ik hoop zo dat je dit boek wat vaker pakt om erin te lezen. Het staat vol met inspirerende liederen, teksten, gedichten, diepe gedachten enzovoorts. Oh ja, en dacht je trouwens dat spoken word iets nieuws was en hips van deze tijd? Nee, ook dat is al zo oud als de weg naar Rome. Ouder zelfs. Oh ja, en kijk even met me mee naar de eerste drie woorden. De eerste drie woorden die hier staan, naast mij. In het begin was het woord. In het begin. Waar lees je deze drie woorden nog meer? In de Bijbel. In het begin. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. In het begin. En nu zegt Johannes, deze mens die echt geleefd heeft, hij was het woord. En hij was het woord van God. En hij was bij God. En er is niets ontstaan van wat nu ontstaat, van dat niet door hem gemaakt is. Hij is het woord. Alles is er door ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. Lekker man. Dit is zo fijn. Dit is zo lekker om te lezen dit. Geweldig. En het woord was leven. En het leven was het licht. Voor de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Let daar goed op. Daar gaan we het nog over hebben. Hoe was de aarde en de hemel gemaakt? Door het woord. God sprak en het was er. Dus Jezus is er al vanaf het allereerste begin. Alles is door hem ontstaan. Want wat zegt God als hij mensen wil maken? Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Ons beeld en onze gelijkenis. Ze waren daar dus al samen. Jezus was er toen al. Terwijl de geest over het water zweefde. Zoals je misschien ook wel gelezen hebt. Liefde en waarheid zijn ook nu nog dingen waar we veel waarde aan hechten. Liefde en waarheid. Maar weet je, liefde en waarheid is een persoon. Namelijk Jezus zelf. Jezus is het woord, maar hij is ook liefde. Hij is ook waarheid. Ik wil je aanmoedigen om een influencer te volgen die er al vanaf het allereerste begin is en ook er altijd zal zijn.
Jezus is de grootste influencer die ooit op aarde rondgelopen heeft. Daar kan Enzo knal nog veel van leren. Hij is degene die jouw vertroebelde zicht herstelt. Ben je somber? Kijk naar Jezus. Ben je angstig? Kijk naar Jezus. Ben je bang dat corona misschien nooit voorbij gaat? Kijk naar Jezus. En verdwijnt dan alles als sneeuw voor de zon, al je problemen zijn opeens weg als je in Jezus gelooft? Nee, helaas niet. Tenminste niet in mijn leven. Maar je krijgt er wel rust van in je hoofd. Deze aarde gaat niet kapot omdat Jezus het levende woord van God is. Hij was, hij is en hij zal er altijd zijn. Zou je hem beter willen leren kennen? Luister dan volgende week ook weer naar onze volgende gast. Die is geraakt door influencer Jezus. En dan, wat gaan we dan volgende week doen? Nou ja, volgende week gaan we een mondkapje pumpen. Pump je mondkapje. Dus je hebt zo'n mooi mondkapje gekregen in je envelop. Het lied van volgende week, dat is een geweldig nummer. Dit is Jezus. Dit is een prachtig nummer. Zoek maar op YouTube, Dit is Jezus. Dan vind je hem wel. Prachtig. Verder, mag jij ook dan weer het verschil gaan maken? Doe een klusje. En misschien doe je dat al wel vaker, maar ook nu weer mag jij het verschil daarin laten zien. En verras je huisgenoten met iets lekkers voor het eten of bij de koffie. Heerlijk. En dan gaan we volgende week, tweede levenszondag, verder kijken naar de volgende persoon die onder de indruk is van influencer Jezus. Ik hoop dat jij dan ook weer kijkt.